Empowerment is eigenlijk in hoeverre je controle hebt over je eigen leven. Zowel vanuit je eigen kracht als vanuit kracht bijvoorbeeld die je sociale omgeving je geeft. We hebben bij Aya's gekeken wat hun kwaliteit van leven is. En met name ook of empowerment samenhangt met kwaliteit van leven. We hebben gevonden dat er zeker Aya's zijn met lagere empowerment scores. En we weten nou ook welke Aya's dat zijn. Dat zijn namelijk met name ook vrouwen. Mensen die, of Aya's die minder sociale steun ervaren. En Aya's die zich minder autonoom voelen. Ja, dus we weten nou welke Aya's welke zorg nodig hebben. En dan kan je denken aan ze wijzen op de online community. De digitale hangplek voor jongeren met kanker. Maar ook misschien zelf management programma's waarbij je als Aya meer in je eigen kracht kan komen. 6,5 jaar geleden is bij mij een kwaadaardige botumor geconstateerd. Na een grote operatie en na bijna 1,5 jaar chemotherapie ben ik ondertussen 5 jaar schoonverklaard. Na je chemotherapie komt het echte leven weer terug. Je vriendschappen, je werk, je sporten, het dagelijks leven komt weer terug. En hoe wil ik het dagelijks leven weer terug gaan zien? Waar wil ik over een aantal jaren staan? Ik heb heel veel gebruik gemaakt van de Aya en de zorg daaromheen. Door veel te praten ben ik achtergekomen dat het leven nog niet zo erg is na kanker. Probeer vooral te kijken naar wat je hebt en niet naar wat je niet meer hebt.